10.000 zusters van liefde. 10.000 vrouwen die kozen voor een bijzondere levensweg. Waarom maakten zij die keuze? Hoe word je een zuster van liefde? En hoe ziet je leven er dan uit? De eerste zusters van liefde begonnen in 1832 in Nederland. In de fabriekstad Tilburg vond pastoor Zwijse drie vrouwen bereid om arme kinderen te onderwijzen. De eerste zusters van liefde waren hiermee een feit. Er kwamen er meer, veel meer. Ze verspreidden zich over de hele wereld. Overal zetten zij zich in voor de kansarmen. In de westerse landen zijn de zusters nu bijna allemaal met pensioen. Ze hebben hun bijdrage geleverd aan het ontstaan van voorzieningen die men nu vanzelfsprekend is gaan vinden. Ziekenhuizen, scholen en bejaardenhuizen. In andere delen van de wereld zijn er nog steeds jonge vrouwen die hun leven voor onderwijs en zorg willen inzetten. Die kiezen om zuster van liefde te worden. Door cultuur en tijd gevormd, heeft iedere zuster in deze geschiedenis haar eigen verhaal. 10.000 verhalen van liefde. Dat hoorde bij het intreden dat je een kloosternaam kreeg. Dat was toen nog altijd het gebruik. Ik gaf alles af. Mijn thuis, ook mijn eigen naam, mijn doop, dat was ik. Ik werd zuster Viridien en dat wilde ik zijn. Of dat meende ik, dat ik moest. Dat was mijn roeping. Zo, dat lag op mijn weg. En in die zin, maar eer dat tot u doordrong dat gij zuster Viridien waart. Want het is ooit gebeurd dat ze dat afgeroepen werd en dacht, oh, die naam ken ik ook. En dan, oh god, dat ben ik. Ja. Zo, dat was zo vreemd dat je een andere naam kreeg. En dat je een ander, ik meen ook, dan moet ik een andere persoonlijkheid worden. Ik moet iemand anders worden. Hè. En dat wilde Lea niet. For today, we will be giving your school supplies because your classes have started already, and we know that you needed those things, and we hope that this can help you from the whole year, especially the children. When I see people, when I walk here on this area and see people who are striving so hard for their everyday living, and when I see children selling cans and garbages, and I think this is where the call starts. It's not work, but a call wherein I am called to respond to the need of the people, to the need of his people by serving them. Als wij in Moergestel voor 100 zusters een pudding moesten maken, dan ging dat ook zo. Het was alleen maar met grote feesten. Kerstmis, Pasen, jubilea's. Als een zuster een zilveren feest of gouden feest had, dan kwam het in de regel van de feesteling zelf. Dan kregen we sneeuwbergpudding. En dat was geen allendaagse pudding, want dan is er de aardigheid ook zo vanaf. Kijk, nou begint het al op een sneeuwberg te lijken. Zou je
bekerja di SD Irka 1 sebagai kepala sekolah. Yang selama ini saya lakukan di sekolah, saya sendiri sebagai kepala sekolah, unsur yang paling penting untuk anak itu adalah pembinaan dengan iman, ya, memanusiakan anak itu menjadi manusia yang baiklah, yang bisa diharapkan oleh orang tuanya menjadi manusia yang baik, yang berguna bagi keluarganya. Dadelijk gaan wij groentesoep koken. Dus dan moeten ze groenten snijden. Dat is al een heel werk voor een fijne motoriek te ontwikkelen. Ik heb bijna ruim 35 jaar in dit onderwijs gezeten. En in het begin moesten we alles zelf maken. Dus houten plankjes met plaatjes erop, een vaste plankje met hetzelfde plaatje, een los plaatje erbij. Zo. Maar nu is er heel veel, ook voor deze kinderen, is er heel veel toch wel in de handel, gelukkig. Maar met koken en zo, dan moet je zelf een beetje uitzoeken ook. Hè, want, en het is ook zo, het ene kind kan veel meer aan dan het andere kind. Dus het blijft toch altijd individueel. Tarik nafas, semua, dalam, lepas. Dalam latihan setiap hari seperti itu, kita akan lihat nanti novis itu berkembang apa tidak. Disitulah mereka dilatih bagaimana sebenarnya kesabaran mereka. Tambah satu lagi adalah mengenai kerja. Karena di biara itu setiap orang harus tahu memasak, harus tahu mencuci, membersihkan rumah begitu. Mungkin di rumah dia tidak biasa memasak, tapi di sini harus. Tidak pernah dia mempel, harus di sini. Memang berat bagi mereka itu. Kadang mereka memberontak, menangis dan kadang mengatakan saya tidak cocok jadi suster. Kemudian kitalah yang sabar kan, ya harus sabar karena memang itulah yang mau kita tuju. Eu sei que eu não posso ter filhos e nem pretendo tê-los, mas é uma forma de exercer como líder, a gente acaba exercendo uma maternidade. Porque a gente acompanha a criança, a gente vê a criança nascer, a gente estar perto da mãe, da família. A gestação é uma coisa muito linda. E para mim, que acompanho, que capacito, a gente acaba sabendo muito bem todas as fases da gestante, né? É bom para mim porque exerço também nesse trabalho a feminilidade, o lado sensível, né? Acabo exercendo no meu trabalho. Né? É uma alegria para mim. 10.000 zusters van liefde. 10.000 verhalen van liefde. Verhalen van vroeger, verhalen van vandaag. Hoewel in het Westen de meeste zusters nu in het bejaardenhuis wonen, gaat het verhaal van de Zusters van Liefde door.